Er heeft iemand gelekt, maar er is niet naar boven gekomen wie het nou was. Een speciale commissie van de Tweede Kamer heeft er onderzoek naar gedaan. Wie lekte er uit de commissie stiekem? 2 jaar geleden werd er bij herhaling gelekt. Het ging over de rol die de Nederlandse veiligheidsdiensten speelden en het afluisterschandaal bij de Amerikaanse NRC. Kamerlid Carola Schouten had de ondankbare taak om uit te zoeken welke fractievoorzitter er heeft gelekt uit de commissie stiekem. De commissie waar vertrouwelijk gesproken wordt over de veiligheidsdiensten. Alle fractievoorzitters en minister Plasterk zijn door haar verhoord. Deze gesprekken leverden geen bekentenissen of belastende getuigenverklaringen op. Beetje gek, want er is wel gelekt, zegt u. Ja, wij hebben dus ook niet kunnen vaststellen hoe dat is gebeurd. Dus u vraagt op de man af, heeft u gelekt? Er is gelekt en niemand geeft het toe. Ja, dat is de feitelijke realiteit. In november komt het Openbaar Ministerie met die explosieve boodschap. Weet u wie gelekt heeft uit commissie stiekem? Een of meer fractievoorzitters zijn als verdachten in beeld. Een ambtsmisdrijf. En de Kamer moet zelf onderzoeken omdat het Openbaar Ministerie dat niet mag. Maar dat onderzoek heeft dus niets opgeleverd. We hebben te maken met een ongemakkelijke situatie. Een situatie die geen winnaars kent en die ongeacht de uitkomst raakt aan het aanzien van de Tweede Kamer. We hebben echt binnen de mogelijkheden die we hadden het maximale gedaan om die waarheid wel te achterhalen. Ja, en we betreuren dat dat niet gelukt is. De Kamer die het eigen lek moet onderzoeken is een mission impossible, concludeert de onderzoekscommissie. Ik vind dat onbevredigend. Het blijft daardoor schimmig. Heel kwalijk, het is een beschamende episode. Ik ben wel opgelucht dat er toch niet duidelijk is geworden dat er heel bewust iemand met een strategie aan het lekken is geweest. Dat is in ieder geval niet bewezen. Nee, want om dat laatste gaat het natuurlijk erom. Want als je het hoort, dan zeg je, ja, daar heeft iemand gejokt dus. Ja, inderdaad. En waarschijnlijk wel meer dan één ook. Want als je het artikel in NRC terugleest, waarnaar toen gelekt is, dan zie je dat er minimaal een aantal fractievoorzitters geweest moeten zijn die met de krant toen gepraat hebben. En die hebben daar nu op een of andere manier geen herinnering meer aan. Het was trouwens wel voorspelbaar dat het zo zou gaan als vandaag, want toen de zaak opkwam, toen melden wij al dat het Openbaar Ministerie geen smoking gun had gevonden. En deze commissie met beperkte bevoegdheden, ja, daar kon je ook niet veel van verwachten. Dus. Nee, maar goed, het woord aanzien viel er net al. Wat doet dit met het aanzien van het parlement? Nou, dit is schadelijk voor het aanzien van de politiek. Dat kan je gewoon gerust stellen, want het beeld is nu toch, als wij iets doen, dan worden we aangepakt. En als zij iets doen, dan houden ze elkaar de hand boven het hoofd. Dat is een verwijt wat je trouwens niet richting commissie kan uiten, want die waren met handen en voeten gebonden aan eeuwenoude wetgeving over hoe je met Kamerleden en ambtsmisdrijven om moet gaan. Maar het is wel zaak dat er iets moet veranderen. Ja, ja, want nu, hè, want, is dit het dan? Zeggen ze dat in Den Haag of niet? Dit gaat uit als een nachtkaars. De daders blijven op het kerkhof, kan je zeggen. Maar de politiek heeft natuurlijk wel de plicht om de wet nu te gaan veranderen. Er was een paar jaar geleden een rechtsgeleerde die zei, hoge bomen vangen in Nederland helemaal geen wind. Dat ging precies over dit soort dingen. Kamerleden moeten dat rapport van die meneer nog maar eens bijpakken. En dan weten ze precies welke wetten ze moeten veranderen. En ze zeggen dat ze dat ook gaan doen. Okay. Zeg, en dan is er nog een andere kwestie bij jou in Den Haag. Een debat over en met minister Van der Steur. Dat is nog bezig op dit moment. Ja, en dat gaat ook over het aanzien van de politiek. En meer in het bijzonder over hoe de rechtsstaat functioneert. Dat gaat over Georges Maat, die professor die omstreden lezing over MH17 slachtoffers gaf. Die raakte in diskrediet. De zaak sleepte en sleepte zich voor. Hij raakte onterecht in diskrediet, bleek later. Van der Steur wachtte veel te lang met het informeren van de Tweede Kamer en ook veel te lang met het aanbieden van excuses. En vandaag moet hij zich daarvoor verantwoorden. Nadat hij vorige week al excuses maakte aan George Maat zelf, moest hij nu door het stof in de Kamer. De oppositie had er geen goed woord voor over. Vooral niet hoe informatie werd achtergehouden. Voorzitter, dit is het afschrift. Dat heet Kamer informeren. Tegenover de minister die met een dikke viltstift de waarheid probeerde weg te lakken, stond de professor die met een potlood de waarheid opschreef. Het is een gênante vertoning. Kamerleden moeten geen part-time detective hoeven zijn om achter de waarheid te moeten komen. Van der Steur moest vooral laten zien dat hij het voortaan allemaal beter zou doen. En hij gaf toe dat hij fout zat. Ik moest daarvan ver komen, want ik heb lang gevonden dat wat ik vond, dat het ook zo was. En ik vind nu, achteraf gezien, voorzitter, dat ik het anders had moeten doen. Ja, Ron, het is niet de eerste keer een kwestie rond deze minister. Zijn er geen Kamerleden die zeggen het is genoeg nu?
Ja, die Kamerleden zijn er zeker. De PVV en de SP heeft zojuist aangekondigd dat zij met een motie van wantrouwen komen. Die zeggen, het telt zich op met deze minister. Hij moet maar weg. Andere partijen in de oppositie zijn ook heel kritisch, maar die zeggen, nou, laat deze minister maar eens heel goed nadenken over wat hij nou allemaal verkeerd heeft gedaan. Die willen hem eigenlijk een beetje onder curatele stellen. Maar er gaat allemaal niks van terechtkomen, want VVD en Partij van de Arbeid, de twee regeringspartijen, die vinden deze kwestie wel vervelend. Maar ze vinden het geen ministercrisis of wellicht een kabinetscrisis waard. Dus Van der Steur, die zich trouwens behoorlijk onverzettelijk opstelt in het debat, gaat dit debat toch overleven. Okay. Ron, in Den Haag, dank je.